En recentelijk zijn er olievlekken waargenomen op de Suriname rivier. Een onderzoeksteam van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, buigt zich over deze situatie en gaat na wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. NCCR-coördinator Jerry Slijngaard zegt dat er inmiddels monsters van de olievlekken zijn genomen. Onze assessment teams die hebben wat samples genomen. En die zijn dus met medewerking van Staatsolie hebben wij die samples gestuurd naar een laboratorium. En waar een analyse van de olie daar zo gedaan wordt. We zijn nog wachtende op het resultaat daarvan. Verder moet ik ook zeggen dat de olievlek zich niet alleen heeft geconcentreerd op één plaats maar dat de olievlek heel verspreid is geworden op dit moment. En kennelijk is dat door het effect van eb en vloed, dus het getij. De plaatsen die op dit moment gerapporteerd zijn waar die olievlek geraakt heeft en aan de oever is gekomen, is dus bij Fabi zelf. De Koeldiepzienhaven heeft er last van gehad. En verder hebben wij Marina Durga, hebben wij de rapportage dat er daar ook olie is aangespoeld. Het NCCR is gisteren begonnen met het voorkomen van de verdere verspreiding van de olievlekken. Daarna zal de olie die nog in het water is en die aan de kades en aanmeerpalen zijn, worden opgeruimd. Vooral vissers moeten rekening houden met deze olievlekken. Volgens Slijngaard is met dit geval de National Oil Spill Contingency Plan gedeeltelijk geactiveerd. In dat kader hebben wij ervoor gezorgd dat de mensen geïnformeerd zijn geworden. We hebben afspraken gemaakt wie doet wat. En voor verdere activiteiten zullen wij met elkaar blijven communiceren. Zodat we dus totdat de zaak helemaal is afgelopen. Ik wil toch nog gebruik maken van deze gelegenheid om te vragen. Want deze spil is niet gewoon gekomen. We willen vragen als iemand heeft gezien wie hiervoor heeft gezorgd. Dat wordt doorgegeven. Het is of aan de politie, of aan de Maritieme Autoriteit Suriname, of aan de Kustwacht, of aan NCCR. Kan dat worden doorgegeven. Zodra men heeft gezien hoe het komt, dat die, misschien heeft iemand olie geloosd, et cetera. En dan zouden wij heel erg graag gebruik willen maken van de mensen om ons aan te kunnen geven wat er precies heeft plaatsgevonden en wanneer die spil precies is gekomen. Slijngaard doet ook een beroep op de bevolking dat als de oliespil ergens is gedreven, men hiermee voorzichtig moet omgaan.